gegroeid. En we ontvangen steeds grotere en dieper stekende schepen in de Rotterdamse haven. De schroeven van deze schepen komen steeds dichter bij de havenbodem. Door de stroming van deze schroeven kunnen diepe erosiekuilen ontstaan. Om dat te voorkomen, brengen we een bodembescherming aan en blijven de kademuren stabiel. Maar we kijken ook goed naar de werking van deze stromingen. Met praktijkgericht onderzoek onderzoeken we slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Momenteel voeren we verschillende proeven uit waarmee we de stroming rondom een schip veel nauwkeuriger kunnen meten en begrijpen. Daarvoor zijn eerst veldmetingen gedaan in de haven van Rotterdam en Gent. In samenwerking met Deltares valideren we de veldmetingen door middel van modelproeven. Door deze proeven krijgen we veel meer inzicht in de impact van scheepsschroeven op de waterbodem. Het doel is om kennis te vergroten over bodembeschermende maatregelen, grotere schepen toe te laten op bestaande ligplaatsen en de bodembescherming van nieuwe kades optimaal te ontwerpen. Zo zorgen we ervoor dat de haven klaar is om de nieuwe generatie schepen veilig te ontvangen.